Spartag. Ja. In de tuinbouwstraat, hè? Ja. Nou, mijn pa die had eerst was eerst melkboer. En op een of andere manier is het door met afgehalden. En hij had een melkkaar. Ik denk met piers. Maar wie had niet zo'n soort was ook pieren staan. Ja, mijn opa, die aan het begin van stroot woonde, die had nog echt een waterput. Een welput. Ja, een welput, ja. Die hebben hier nog wel meer. Ja, dat is wel een bijzonder. Dat is wat anders dan de regenbank, hè? Ja, absoluut. Want, ja. Maar een welput wordt moeite terug. Nee. Zo gauw je waterleiding kreeg, was afgelopen. Kreeg je ook een wc. Ja. Dus ja, met waterspoeling. Ja, ja, onze appels snakkerij. Ja, dat ja. Vond het meest wel. Ja, hè? Snakkerij. Toen wij in de Tuinbouwstraat woonden, toen was er dat oude kerkhof. Als je Hoogpad op Noorderweg, ja. Hoogpad. Linksaf. Ja. Dus en door gingen alle huisvrouwen hun kleden en hun witschouws heen leggen. Te blijken. Ja, maar ja, ik vond dat altijd, ik heb er altijd al half dom van. Maar als een hond was, of wel dochter nog aan. Ja. Daar werd niet ooit schoon van. Nee. En dan was het vaak de dag weer was. Kist u nog wat van oorlog herinneren? Ik was vallen. En had ik woonde aan mijn boeien. En toen waren er duizend soldaten. En die met, een van die soldaten woonde met mijn dokter. Maar die ging Oosterstoorde op. Maar ik zei, hier woont dokter nooit. Oh, ja. Dus dat was een beetje onhandig. Ja, ja. Maar toen kwam ik thuis en hij me op duur laat lopen. Maar ik dacht, nou ja, dit warm nou, denk ik. Nee. En toen zei mijn opa van, nou, zei ze van, hoe ga je mijn meisje met zo'n Duitse man op stap? Of Duitse soldaat, wat ik veel als ze dat zei. Nou, ik zei van, dat was een oorlog man. Ja. Ja. Ik was er nooit bij een vleugel. De legere schaalperiode. Duitse Salvatori. Is dat een jaar of meerdere jaren? Ja, ik zal het zo nooit half omhoog houden, denk ik. Maar in elk geval een jaar wel. Had het over meester Bersma? Nou, hij slaagt nog wel eens met een stok. Oh. Ja. Ja, fysiek. Je bent wel slopen. Hè? Ja, hè? Ook wel van zaalmeester dat je wat hier op aan slaagt. Tegenwoordig kregen kinderen die niet gaan leren, geen aandacht. Ja. Toen nooit. Nee. Had dan niks. Die wel gewoon had maar ben. Nou, kinderen, zelfs word ik een beetje overnodigd. Kinderen met een handicap, zeg maar. Ja. Ging gewoon naar school. Ja, ja. Ging zo trouwen. Toen kreeg ze ook kinderen. Ja. Als je trouwen ging, dan mocht je niet langer wachten. Nee. Dat was zo. Dat was, is zo zat, maar dat was ja. Zo. Ja, nee. En er ook een hoezo om. Ja, zeker. Ja. Hoeveel kinderen heeft ze gekregen? Elf. Oh, elf? Ja. Soms. Ja. Ja. nog even terug naar vlak naar oorlog. Daar was er een enorme emigratiegolf in Sammen. Ja. Ja, in meerdere plaatsen in Nederland. Vooral maar toch vlak hier... naar oorlog, ja. Ja, ja. Ja, dat was niet leuk, nee. Nee, dat vond ik niet leuk, hè? Nee. Waarom niet eigenlijk? Ja, ik hoorde bij de groep. Ja. En de groep ging voort. Ja. Oh ja. Maar zij dachten dat mensen in Amerika, zeg maar, of Canada, hun met open armen ontving. Ja. Maar ze kwamen door en er was niemand. Och, ja, ja. Dus uiteindelijk, als het wat beter was, dan kreeg je foto's. Ja. Ik en mijn kar. Oh ja, mijn kar. Ja, maar dat wie ze ook beter kregen, dat hadden ze nooit in de groep. Nee. Want wie schreef het hun nooit? Nee, precies. Nee, wat was de motivatie om te gewoon emigreren? Waren dat zeg maar boerenarbeiders, want die hadden in de oorlog en vlak voor de oorlog ook al meer. Ja. Of waren het meer ondernemers, bakkers? Ik denk gewoon het mooiste boerenarbeiders. Ja, ja. Ja, en die, maar er was ook een organisatie, dacht ik een landelijke organisatie of zo, die dat stimuleerde en die mensen benaderde. Okay. Gewone bedrijven of wat ik veel waar, die gaan verleden om op personeel. Ja, ja op personeel. En er werden hun een beetje gewoon barenvuur om van nou, dit kon en dat kon. Ja. Maar voordat het zover was, nee, mijn loter had, zoals vrouw Beek, het nog wel eens weer overweest. En zei van, ze had een vreselijke ademhaas, maar ook onzoon. Ja, en in de jaren 60 en 70, 80 misschien nog, kwam hier een halfbeeld import. Ja. De halve nieuwe wiek, toen woonden allemaal mensen, geen zouden, zeg maar. Nee. Je had daar de IKV,
Ja, discussie had hij. Ja. Die vrouw Klaas Kuipers, hè? Oh ja? Ja, Klaas die was twee keer een oor nog. Nee, ja, Klaas was nogal actief. Hij ging wel op station, stond met ding over kernenergie en wat ik veel. Ja, en die raketten. Hè? Ja, juist. Ja. We hadden toch van tevoren nog even over rangen en standen, hè? Ja, de grootste boer die durfde was Kuipers. Kuipers was een zeer liberaal mens. Ja, ja, ja. En zijn vrouw zeker ook. Liberaal in welke zin? Nou, positief liberaal? Of nee, maar gewoon positief. Positief iemand? Ja, ja. Oké. Ja, en absoluut eerlijk. Dat was ook wel, ja, oké. Ja. En goud voor zijn arbeid? Ja, ja. Ja, burgemeester Boersma, dat was, nou ja. Zij vindt een dochter ervan, die zat bij mij in klas. Yeah. Nou ja, en dan zat ik op school en ik kon me graag niet afschrijven. Maar toen moesten we een keer, hadden we weer een proor en dan moesten we weer eruit. Oh. Nou, ik zei tenminste, ik deed ook meer. Dan ga je er ook maar uit. Ach. Nou, dus maar toen zei ik, maar zij, van Boes, maar deed ook meer. Ja. Kreeg ik kwam, nee ja, maar die willen naar het stuur. Nee, nee. Maar dat was dus van hoger af zo regeld, maar ja. ik, als ik er was, had ik het wel door. Ja. Doe ik best ook nog halverzet lid west en nog van de toenbouwvereniging. Ja. Ja. En waar is die, waar is dat hier in Sauwert? Dat is tussen Durbe en Leukje Wetsingen. Oh ja. Ja, ik heb het wel zijn, dat ben een lange lap. Ja, die, klopt. Ja. Dus daar kun je van eten? Ja, daar kun je mooi van eten, ja. Maar ook een pens vol eigenlijk. Nou ja, het is maar net hoe je het... Ja, ik maak grote winnen. En hoe is 11 kinderen groot gebracht? Ja. Dat was toch een soort vak, huisvrouwen? Ja, ja, je bent niet alleen poetser, dat is maar bijzaak. Ja. Maar je bent gewoon moeder. En ik was een keer op gemeentehuis. Toen zei die burgemeester, die vroeg, die stond je zelf te woord, de burgemeester. Ja. Dat was al kort. En hij zegt van, beroep, huisvrouw, dat is geen beroep. Nou, ik zei, dat wil ik je vertellen. Ja.